Goedemorgen en welkom bij Vlogmas deel 3. Jij hebt een snor, dat is grappig. Snorren doen het goed op YouTube. Ja, waar zijn we vies dan? Ja, ik heb zelf ook nog geen vies. Nou dan, dat je staat er lekker toch wel op. Oké, Nikki wil dus niet op de vlog, maar dat komt toch nog wel. Vanavond is het pakjesavond bij ons. Nee, niet bij ons, bij mijn broer. Dus, onze pakjes liggen al een tijdje hier. Kijk, daar liggen ze. Alleen, het is nog niet compleet. Ik heb namelijk iets vergeten. Nikki weet al dat ik hem heb, dus dat is een beetje jammer. Dus ik moet nog even naar de stad. Sorry, je wou er niet op, hè? Nee. Nou ben je er al 3 keer op geweest. Ja, voor iemand die er niet op wilde, is dat wel na veel. Ja, is ook best wel gemeen van mij. Ik doe dat eigenlijk bij niemand die er niet op wil, die doe ik nooit in beeld. Maar Nikki is de uitzondering op de regel. Maar hij is gewoon lekker boeien hier staat. Ja. Jij hoort bij mij. Dat is jammer. Dat is leuk. Had je maar een andere vriendin moeten kiezen. Nou, gaan we nou niet op idee brengen. Oké, ik ga nu naar de stad om de laatste cadeautjes te kopen. Aan de kerstpakketjes, maar ik ga ze niet laten zien, want ik wil het wel een beetje een verrassing hebben wat er in de kerstpakketjes komt. En ik heb nog andere dingen die Nikki niet mag weten, dus ik ga... Heb je nou niet dat ik jou net niet naar boven hoorde lopen? Ja, maar je hoorde niet wat ik had. Nee, ja, ik had het gewoon kunnen zien als ik de moeite had genomen. Oh ja, loop naar boven dan? Nee, want jij bent boos en dan ga ik weer te veel vragen stellen. En als ik dan vraag wat het is... Dan... Doe ik zo? Nou, de vorige keer wel. Ja, jij bent veel te nieuwsgierig voor Sinterklaas. Nee, jij bent veel te onhandig. Hier, vertel me dan de vlog hoe je de vorige keer bierglas ging halen. Vervolgens het bierglas kapot maakte. Vervolgens dat bierglas in de tas zette wat weggegooid moet worden. En dat ik dan dat bierglas zie. Dus dat ik al wist wat voor cadeau ik had. En ja. Daar ja, is niet echt op zoek naar. Ja, nee, ik kan gewoon aanwaaien. Oké. Het is mijn schuld. Oké, okay, nou, ik ga gewoon erop staat. Ik ga nu in ieder geval naar boven om het nog een beetje geheim te houden wat je van me krijgt. Zo spannend. Oei. Inpaktijd. Daar ga ik een timelapse van maken. Zo, let's go. Oh my baby. Can we stay bring at you? So I'm crazy. Want you bend that back for me. We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it. Een kratje vol met cadeautjes. En nog een tasje erbij. Wat er allemaal in zit, dat gaan jullie zo zien als wij pakjesavond gaan vieren. Ik heb voor het eerst mijn haren gekruld met dit korte haar. Dat is wel leuk. Nikki vindt het heel anders staan. Oh ja, en ik heb ook een leuk kerstige oorbel in. En ook die kleintjes zijn sneeuwvlokjes. Super cute. We zijn onderweg naar mijn broer en zijn vrouw, Anne. Want daar gaan wij pakjesavond vieren. Het is nu bijna 4 uur. En we gaan lekker eten met de pizzarette. We zitten in het tuinhuis. Ik ga je heel even laten zien aan jullie hoe dit prachtige tuinhuis eruit ziet. Kijk, dit is het tuinhuis. En het is heel leuk versierd. Dan hebben we daar... Je hebt geluk, Nikki. Ik doe Flynn nooit erop. Dus dan kom jij er nu ook niet op. Ja, als ze nou op de stream zetten, denk ze wel stafkinderlokker.
Ja, met die snor erbij. Ja, lampjes, en daar staat een cadeautje. Martijn. Hier staat een cadeautje. Ja, zo ziet hij er wel uit. Ik denk dat als ik zwemles geef en een club Martijn ben. Nog meer cadeautjes, en mijn broer is er ook. Ik ben ook een cadeautje. Ja, met een cadeau, een geschenk van God, ben je. Nou. cadeaus. Papa, die heeft deze taart gemaakt. Ja, moet je even de plastic trouwens. Oh ja. En hier hangen ook nog van die schattige lampjes. En mama heeft soepie. Nee, het is geen soep. Chocoladesoep. Eet nooit veel taart, want er zit heel veel suiker in. Ja. Heel veel boter. Daar kwam je nu pas achter toen je de laatste taart die ik eet. Ja. Nou, hij is wel echt mooi. Echt een Sinterklaastaart. Een stukje taart, maar stel dat jij kijken. Lekker. Ja, zo, maar jij krijgt niet. De binnenkant van de taart ook even erop zetten. Maar het ziet er lekker uit. Beetje cakeachtig. Worteltjes taart. Ja, daar lijkt het op. Nee, deze dingen zijn er. Maar niet mee schudden. Oh, daar is, hoe heet die? Hedwig. Hedwig, oh ja, het staat erop. Oh, mooi. Nou, dankjewel Sinterklaas. Was jij zeker? Harry Potter. Ja. Als hij een Lego heeft, dan kan ik zelf ook nog een keer. Nee, maar ik dacht met haar. Maar mama vindt het ook leuk hoor, Lego. Ja, dat weet ik, maar. Ik had hem toen ik het voorgelezen werd, toen dacht ik al. Ja, of inderdaad, iets net als dat wij gedaan hebben. Je moet het best wel netjes uitpakken, Flynn. We hebben ze een winterjas gegeven voor het verjaardag. Weet je, dat vind ik wel heel leuk. Kom maar. De camera. Scheuren. Die is nog veel leuker. Scheuren. Ja. Oh, een winterjas. Hou eens. Anti-slip sokken. Ik moet volgend jaar eigenlijk vragen, geen kleren. Aan de zin. Tini is erg blij. Goed dat hij blind is. Hij is lekker aan het klussen en maakt iets moois ondertussen. Maar nu is de hooizolder klaar en zit je met het handen in het haar. Wat moet je nu aan gaan halen? Oh nee toch? Nou, lieve Nicky, de Sint was enorm verrast. Waarom staat het tussen haakjes? Is dit een woordgrap? Ons ruimt hij op de volgende deel. Daar kunnen ook licht aan doen. Dat licht heb ik ook aangesloten. Alleen moet ik de grond aanstaan. Daar kennen we bij. Een verlanglijst met een bierglas. Hij hoorde dat jij helemaal niet zo gek bent op bier, dus met deze wens doe je alleen maar anderen een plezier. De Sint had daarom echt een goed idee, maar met het eindresultaat is hij niet zo tevreden. Pak het cadeau nu maar snel uit. Het is namelijk niet zomaar een fluit. Dikke kus, Crea Piet. Nou, ben benieuwd wie deze Piet is. Nou, die de dikke kus doet dan. Ja, dan wil ik wel even komen incasseren dan. Waar kan die komen incasseren? Ja, bij deze snotvuil. Nou, ik denk dat er geen dikke kus stond als ik het zo goed had. Je kunt het gewoon eraf halen hoor. Want... Maar stond er een lus. Ja. Hé, hey, Flynn. We gaan geen jongens schoenen, hè? Doe me niet aan. Zus. Ik heb al zo'n snor, dus dan kan ik niet meer wegkomen. Ja. Dat ging net goed, hè? Glas wat op de zolder stond, wel hadden. Nee. Nieuw ingepakt. Goed kijken. Zo goed kijken. Das. Was lekker. Wat? Hè? Heb je er allemaal namen in laten drukken? Van al je vrienden. Ja. Laten bedrukken heb ik zelf gedaan. Maar het is niet zo goed gegaan. Ja, met polyester. En dat is niet dodelijk of zo, dat is na één porselein. Avond. Porseleinverf, sorry. Ja, daar zitten gewoon alle andere van al je vrienden gewoon een glas. Met die naam. Ja. Alleen bij sommigen ging het niet zo goed. Oh ja. Dat is mijn eigen naam, dus staat er voor de helft op. Ja, nou, je kunt wel zien dat er Nicky staat. Ja, precies. Je kunt bij alle namen wel zien dat... Wat een leuk idee zeg, hè? Die zat nog heel veel padding in. Oh, dat was te raar om in de kant in te pakken. Je ziet daar.
Nee. Green Chef? Een hurly girly. Ja, hij is... Ik heb hem ook gevraagd. Ja, ik was vergeten. Maar twee wokpannen is niet erg. Nee, ik gebruik echt superveel. Dat zijn de pannen die hebben we dan mooi, twee in. Lekker groot ook. Drie towels. En dat zijn ook echt... Ja. Nee. Mooi, dankjewel. Met een anti-ammerklaar die gewoon niet in de afwasmachine moet. Volgens mij kan die ook zelfs in de afwasmachine, want ik heb hem uitgezocht op Blue. Dan heb jij toch een mooi pak aan, hè, Flynn? Ja. Ja, deze kant ook. Ja, maar die kant ook. Ja, hier kom staan. Wij hebben de pizzarette. Dan gaan we lekker eten zo. En we hebben tomaatjes, kipreepjes, wat is dit? Asperges, mozzarella. Nou, bacon en drie soorten vlees. Kaas om te strooien. Dan hebben we ananas. Ik weet het, het hoort niet op pizza, maar doen we lekker toch. Tonijn, hamblokjes, pesto, artisjokkenharten. Heerstrooikaas, paprikaatjes, shawarma. En champignonies. Ze zien dat die nog overlijdt. Dit is mijn tweede pizza. De eerste staat eronder. Dus die wacht ik even tot die compleet is. Tot die gaar is. En dan ga ik deze erin, dan kan ik die andere opeten. En deze noem ik de gefaalde Italiaanse pizza. Is lekker, jong. Ik snap wat je bent. Smaak. Dat is net niet goed. Ja, maar wat moet je nu? Sneer. Waar zit je nu naar te wijzen? Ik heb eruit. Ja, uit. Doe maar. Zal ik even plastic bakjes pakken? Dan kunnen jullie het zelf... Ja, anders is zonder weggooien. Ja. En die paprika... Kijk naar deze leuke kerstkrant. Dus ik heb niks mee. We zijn weer thuis. Ik heb trouwens echt een superleuk fluff ding in mijn haar. We zijn weer thuis. Moet dat nou zo? Wat dan? Nou, je zei het echt. We zijn weer thuis. Dat is mijn vlogstem. We hebben ook die gekregen, die krasloten. We hebben eentje met 10 euro en eentje met 5 euro. Dus we hebben daadwerkelijk geld gewonnen met die krasloten. Dat is wel uniek. Nu gaan we lekker naar bed en ben ik morgen weer terug in deze vlog. Dus tot zo. Een goedemorgen. Het is zaterdag 5 december. En het is voor ons, nou ja, al pakjesavond geweest. Hoewel, morgenavond gaan we ook nog pakjesavond vieren bij Nikki's ouders. Alleen, daar kopen we geen cadeaus voor elkaar. Alleen voor, op dit moment, Christian, omdat dat de enige kind is in de familie. Maar ja, zaterdag is voor mij altijd een wasdagje. Een huisopruimdagje. Nu heeft Nikki gisteren mijn gamekamer al opgeruimd. Dus dat is super chill. Dus ik ga nu beginnen met de eerste pakketjes helemaal klaar te maken van de kerstpakketjes. En die gaan we vandaag ook opsturen. Ook de kerstkaarten. Dus daar ga ik me vandaag vooral mee bezighouden. Nikki vindt dit een leuk nummer. Ik ken hem niet, maar het is wel een lekker deuntje. Ik zet hem al wat zachter dan. Zet hem er even uit, want ik krijg copyright claims. Oh. Hoi. Ik had deze vlog al geopend. We hebben ons knap aangekleed, want het plan is een beetje veranderd. Maar niet slecht of zo. We hebben namelijk bedacht dat we gaan sporten nu. Fit boy and girls dat we zijn op zaterdagochtend. Wordt lekker druk in de sportschool, denk ik. Oh, ik heb helemaal niet gereserveerd. Dat ga ik nu doen. En wat wou ik nog meer zeggen? Oh ja, en we gaan een kerstboom uitzoeken. Want die kan dan een dagje staan, zodat hij uitgezakt is. En dan gaan we morgen versieren. In de volgende vlog. Maar we halen hem wel vandaag vast. Niet! Ja, echt. Spoilers! Sneak peek! Oh ja, sneak peek, ja. Ik ben met mijn vlogcamera vergeten, dus vandaar dat ik even met mijn telefoon vlog. Daar kun je wel zien in kwaliteit van het geluid vooral. Ja, het is een mooi snor, hoor, Nick. Ja, je wordt een beetje voller, hè? Dat moeten we hebben. Ja, dat moeten we hebben. Nou, ga ik hem weer zwart verven. Weer de Nation Call. Voor Movember, maar Movember is afgelopen. Ja, gewoon voor ons, voor mij. Gewoon een Nation Call voor Nikki. Wat ga je dan met dat geld doen dan?
pakken fruit. We laten beginnen met een donation call. €500. Doe even normaal. Oh, dan voel ik hem best zwart verven. Ja, dan moet ik daar naar zitten kijken. Ja, dat is dan part of the deal. Oké, nou jongens, doei. Het sporten zit erop, jongens. Nu gaan we een kerstboompje uitzoeken. Moet dit om je oren zo? Kijk, oh ja, ik heb hem op strak staan, ja. En dat trekken gewoon, ja. Ja, dan kun je aan trekken aan dat dingetje. Ja, de bomen van 2,5 meter, of 2 meter plus, die zijn op. Dus nu zoeken we een grote 2 meter. En ik wilde dus die. Ja, mijn boelsbordje. Waar er echt 20 voor staan. Ja. Deze jongen vindt mij niet meer aardig. En nou kan je ook niet zeggen dat hem niet haalt natuurlijk. Nou moet hij. Wel, dat mocht nog, zegt hij. Oh. Oké, okay, gelukkig. Zolang er maar niet 20 van uitpakken. Nee. Houd je van de straat, toch? Ik wil zeggen van, nou weet je, laat die nog eens zien. Hij is wel een beetje nog stijfjes, dus hij gaat wel uitzakken. Ja. Wat vind je ervan, Nick? Hij is niet zo, noem je dat? Vol. Nee. Ja, maar dat komt ook omdat hij nog uit moet zakken. Ja, hij is inderdaad nog wel heel erg stijf. Want ik duw je tak een beetje naar beneden, maar hij geeft zo meteen weer terug. Ja. Wat zeg jij dan? Ja, dan ga je het aan mij. Misschien dat je de andere kant naar binnen gaan. Oh. Geen probleem hoor. We hebben een kerstboompje uitgezocht. En ik zit achter in de auto kijken. Zodat die schuin in mijn Twingootje kan. We gaan even lekker rondje rijden, blokje om. Nee, rechtstreeks naar Houten graag. Ik heb mijn camera weer te pakken. En de kerstboom. Oh, hij staat hartstikke recht, Nick. Oh, waar ben jij? Als ik zo... ja, hij staat hartstikke recht. We hebben dus best wel gepield met hem recht krijgen. Maar hij staat recht. Hm? Hij staat recht. Toen ik binnenkwam zag ik het meteen. Meteen. Oké. Okay. Dus, aan jou de eer om het los te snijden? Wat? Ja, die ga ik nog daar neerzetten. Waar? Nou, in ieder geval daar. Hè. Ah ja. Moet ik helpen? Ja, het is wel makkelijk dat die... Zullen zien dat ik, als ik hem nu optil... Die kant kijken. Volgens mij de rechtste die we gehad hebben. Ja, maar hij staat nog steeds scheef. Maar hij zit wel hij is wel stevig. De rechtste die we gehad hebben, maar hij is nog steeds scheef. Wat moeten we hiermee doen? Daar weet je. Pas op met je elleboog voor de camera. Ja, nou, benieuwd of met die Erik kan zonder iets te slopen. Waarschijnlijk niet. Zo. Hij is wel flink hoor. Goed breed. Nu kun je het eigenlijk nog beter zien dat hij recht is. Ja, hij staat wel goed, ja, een beetje scheef. De camera ziet goed. Ja,
soms zie je op camera gewoon beter dan in het echt. Ja. Ja, je ziet gewoon dat die piek niet helemaal in het midden is van de stam, zeg maar. Oh, ja. Dus of we nou de boom... volgens mij is die boom gewoon een beetje scheef. Ik denk dat we daar gewoon moeten blamen. We hebben ieder jaar een scheef boom, dus het past wel lekker in onze relatie. Zo, je ding schijnt een beetje door. Ja? Ja. En zeker als ik erop inzoom, dan... Oh ja, te laat. Ja, de boom is ook mooi. Ja? Ja. Mooie boom uitgekocht. Mm-hmm. Mathia zit, ja, niks te doen. Ik sta hier weer te koken, hoor. Oh, zit je nog echt te koken? Ja, hier, kijk. Altijd, hè? Dit is niet niks, hoor. Mathia is een rommeltje maken. En ik ben een rommeltje aan het maken waarop te eten is. Je ziet het eruit, hoor. Ja. Oh, yummy. Oké, Nicky uit. Heb ik hier gewoon een pakketje ontvangen van Ubisoft? Hey Mathia, bij deze de kit voor onze Just Gent The Sweat Challenge. Heel veel plezier ermee. Oh god, een Just Sweat Challenge. Dit is wel leuk. Leuke hero. Heel leuk, al die Ubisoft heroes. The Just Sweat Challenge. Oh god, wat is het? Even open, Marco. Oh, wat leuk. Oh, heel leuk. Oh, er zit gewoon een trui bij en een bidon. Oh, hoe leuk. Oké, ik ga het even uitstallen. Kijk dan, die trui. Oh, die ben ik helemaal weg van. Ik hou hier zo erg van die kleuren zo en die colorblok. En het is dus een Just Sweat Challenge op TikTok. Kijk, daar zijn we ook actief, hè? Dus ja, superleuk. Dankjewel, Ubisoft. Dat is het dan, jongens. Nu lijkt het echt heel erg geordend. Het was een hele grote puinhoop toen ik dit allemaal aan het fixen was. Maar... het is ingepakt en klaar voor de eerste verzending. Dus iedereen die wat besteld heeft, krijgt nu zijn pakketje, zijn kerstpakketje of kaartje opgestuurd. Inmiddels is het 8:00. Pakjesavond gaat beginnen. We hebben geen pakjes. Maar ik heb 3 vriendinnen uitgenodigd. Zijn een beetje, hoe moet ik het zeggen, sportschoolvriendinnen. Ik ken ze in ieder geval uit sportschool. En ik heb het huis helemaal leuk aangestoken. Ja, ik doe altijd allemaal kaarsjes aan en ik dacht dat is wel leuk om even te laten zien. Dus als er mensen komen, steek ik altijd deze kaarsjes aan. Of in ieder geval nu staan met kerst hier vaccinelichthoudertjes met kaarsjes. Dus die heb ik aan met die krans. Nou, de lampen hier doe ik dan ook altijd aan, dat het een beetje gezellig is. Nou, hier heb ik 2 kaarsjes, geurkaarsjes op de wc staan. Ja, onze wc is echt saai en lelijk. Maar prima, dus hebben we niks aan gedaan. En dan hier in de woonkamer, nou ja, de keuken, is gewoon helemaal schoon. Met, oh, ik heb zo lekker schoonmaakmiddel, maar daar ga ik jullie niet mee lastigvallen. Nou, dan heb ik hier een leuke kerst, ja, wat is dit? Een kerstding. Oh, het staat een beetje dicht bij de... Dan heb ik daar ook nog een kersthoekje. Die plant hebben we van de zus van Nicky gekregen. Nou, deze... heb je kunnen zien op mijn TikTok. Dat is een kerstslinger heb ik hier. Morgen komt de echte kerstboom natuurlijk. Hier heb ik 2 kaarsjes staan. Een grote en een kleine. Dan heb ik daar een kaars in staan. En dan nog hier in de vensterbank een geurkaars. En dan ga ik nu het licht een beetje wat meer dimmen. En dan is het huis super knus. Ik ben zo blij met ons huis. Maar ik vind het ook wel grappig om het jullie een keertje te laten zien. Dus dit doe ik meestal als mensen langskomen. Dan steek ik altijd gezellig kaarsjes aan. Af en toe doe ik het ook als we gewoon met z'n tweeën zijn, Nicky en ik. Maar vaker als er iemand komt.